Het filmmagazine Moviola brengt vanavond een overzicht van 25 jaar Vlaamse film. En gaat meteen naar wat de toekomstperspectieven zijn. I wanted to see him. But the room was empty. Just a curtain over the window. And the dim light of a small bulb hanging from the ceiling. Pretty noisy though. I went back out. Until Spring Bandini van Dominique Dorre-de-Ru gaat in première. Een internationale co-productie gerealiseerd door een Vlaming, gedraaid in de Verenigde Staten, Engels gesproken en met internationaal bekende acteurs. Met ook een inbreng van heel wat Vlaams kapitaal. Zal de Vlaamse filmproductie in de toekomst die richting uitgaan? Films kosten veel geld. Ons taalgebied is klein. Het buitenlands aanbod is groot. Om Belgische films toch wat meer kansen te geven, werd in 1952 via het ministerie van Economische Zaken een tegemoetkoming voorzien. Belgische films konden genieten van een detaxatie. De vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstellingen van Belgische films wordt terugbetaald aan de producent. Een maatregel die aanvankelijk de filmproductie niet erg bevorderde. Tussen de weinige langspeelfilms die toch gemaakt werden, blijft Meeuwen sterven in de haven een zeldzaam voorbeeld van een Vlaamse speelfilm met internationale allure. Toen culturele autonomie langzaam een feit werd, zoek de eerste Vlaamse minister van cultuur, Renaat van Elslande, onmiddellijk naar een mogelijkheid om de productie van Vlaamse films te bevorderen. 25 jaar geleden, op 10 november 1964, plaatste hij zijn handtekening onder een koninklijk besluit dat de Nederlandstalige filmcultuur in dit land moest bevorderen. Er werd gefilmd in Vlaanderen, maar het was wel de woestijn. Maar in de woestijn zijn oases ook. Hè? En die oases die waren inderdaad aanwezig. En het is waarschijnlijk, dankzij het bestaan van die oases, dat het koninklijk besluit van 1964 er gekomen is. Want moest er helemaal niets geweest zijn, dan zou er ook geen stimulans geweest zijn, nog van de mensen die het bewerkstelligd hebben, nog vanwege de overheid, om dat koninklijk besluit tot subsidiëring van de film, van de Vlaamse film te maken, te doen ontstaan. Ik denk dat het inderdaad is omdat er vooraf iets was. Wat was er dan vooraf? Er was om te beginnen, dat zijn ondertussen de veteranen al van de Vlaamse film geworden, maar er was toch André Delvaux reeds met De man die zijn haar kort liet knippen. Er was toch Émile Desgelais reeds met Sylvain de Fepeur. Er was toch een zekere Vravert ook nog met Kuipers en Michiels voor Meeuwen sterven in de haven. En er was vooral ook een documentaire school van Henri Storck en Gérard de Boe en Covin en De Keukelaar. Ik vergeet er nu. Maar er was heel wat aanwezig. En dan wil ik zeker niet vergeten de pogingen tot populaire film van Jeff Bruinings en Edith Kiel, die in die periode misschien een beetje pejoratief werden behandeld door de pers dan vooral, maar zeker niet door het publiek. En dat zijn dingen die we niet mogen vergeten. En dat allemaal samen was een voldoende vruchtbare bodem, zal ik zeggen, om daarop het koninklijk besluit te bouwen. Te zeggen, kijk, nu gaan we eindelijk, nadat de film ongeveer 60 jaar bestond, of zelfs meer, in de wereld, om eindelijk ook voor die film iets te doen vanuit de overheidssteun. Een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de Belgische film was einde 1963. Toen organiseerde het Institut Solvay van de ULB een colloquium gewijd aan de problemen van de productie van de Belgische film. Wel degelijk Belgische film.
En de verslaggever was Jean-Claude Batz, die een uitstekend rapport gemaakt heeft. Ik heb nooit nog iets zo degelijk over de productieprobleem van de Belgische film in handen gehad dan juist dat. Het blijft tot vandaag de dag een belangrijk wetenschappelijk werk. Maar, dat project ook voorzag uiteindelijk in de oprichting van een Belgisch Nationaal Filminstituut. Met voorzien, alsjeblieft, geen kleinigheid hoor, toen, met voorzien een dotatie van 500 miljoen te verdelen over 5 jaar. Dat klinkt, dat klonk in die tijd fantastisch, maar het was realiseerbaar, gelet dus op de politieke strekking van het ogenblik, dat was dus de regering Lefebvre-Spaak, die gevoelig was voor zulke zaken, en ook het waren de gouden jaren 60. Maar het waren ook de jaren van de groeiende verlangens naar culturele autonomie bij de Vlamingen. En ik behoorde dus tot dat klein groepje Vlaamse woordvoerders op dat colloquium. We waren met niet velen. Met 4, 5 misschien. En wij kwamen er altijd op terug. Hè. Als dat er komt, goed. Wij vragen niet beter. Maar het moet gestructureerd worden volgens de culturele autonomie. En daar vonden wij geen begrip voor. In de Belgische filmwereld die toen overwegend, om niet te zeggen uitsluitend, Franstalig was. En zo dus is dan Van Elslande, Renaud Van Elslande, die toen voor te beginnen 48 jaar was, en dat was nog een jonge minister in die tijd, 48 jaar, Van Elslande een beetje gestuurd toch door mensen uit zijn kabinet, ertoe gekomen van, ja, maar we gaan toch proberen ze voor te zijn, zodanig dat we iets verworven hebben waar men niet meer kan aan voorbij gaan. Het is dat korrele besluit geworden. Ja, het was als een wonder in feite. Het was als een wonder. Kijk, er was nooit geld geweest toen zij op buitenlandse zaken geloof. Nee, op nationaal opvoeding was er een beetje geld voor de film. Maar voor de langspeelfilm was er geen geld. En ineens was er geld. Ik weet niet meer hoeveel dat was. 3 miljoen per jaar of 4 miljoen, heel weinig. En we zeiden, ja, er is iets aan het gebeuren, maar niemand, enfin, ik althans niet, besefte wat voor belang dat zou hebben en wel ook niemand kon weten welke evolutie dat zou kennen. Maar natuurlijk, ik ben afgestudeerd samen met Paul Collet in 66. We hebben dan meteen Cash Cash gedraaid, Cash Cash, die Paul regisseerde en waar ik co-producent van was. Cash Cash is een film waarin jonge mensen elkaar bekijken. Een meedogenloos verhaal, echt gebeurd. En we hebben de film gedraaid met eigen middelen. Dat was toen al, hè, we spreken nu van films te draaien met eigen middelen, maar toen hebben we dat ook al gedaan, in 66. En in 67 hebben we aan de commissie voor ons, wat we gedraaid hadden, de rushes voorgesteld. En we hebben gevraagd of we 600.000 frank konden krijgen om de film af te werken. En toen was Roland Veravert, die onze leraar was geweest op Trits, een van de raadgevers van de filmcommissie. En die heeft dat voorstel bij de filmcommissie geïntroduceerd. En Paul en ik hebben dan 600.000 frank gekregen om Cash Cash af te werken. Dus het wat wonderlijk en nogal afstandelijk was in 1964, kreeg ineens een zeer concrete, precieze betekenis in 1967, voor ons dus 3 jaar later. Een selectiecommissie voor culturele films adviseerde de minister voor het toekennen van subsidies. Vanaf 1965 werden de eerste films met overheidshulp gerealiseerd. Het totale subsidiebudget bedroeg toen 3.715.000 frank. Mira of de teleurgang van de Waterhoek was een mijlpaal. De film was, zowel in Vlaanderen als in Nederland, een groot succes. Tot dan hadden Vlaamse films het uitermate moeilijk om in de bioscopen te geraken. Na Mira vormde dat geen probleem meer. Elk jaar werd de overheidshulp groter, maar de filmprojecten talrijker. De selectiecommissie voelde zich steeds meer belemmerd door de richtlijnen waarmee moest gewerkt worden. Het KB van 64 was inderdaad en is nog een gebrekkig instrumentarium. Alleen al door het feit, bijvoorbeeld, voor mij was dat toch al het voornaamste, dat projecten eigenlijk project per project moesten goedgekeurd
behandeld worden of afgekeurd. Daar waar wij toch vrij vlug hebben gestreefd om meer met pakketten te werken. Maar het ging zeer moeilijk. De overheidssubsidies die bestaan nu eenmaal bij de gratie van maatregelen, normen, die moeten gerespecteerd worden. En in de jaren dat ik voorzitter was, is ons dat één keer gelukt. Namelijk met de animatiefilm. Daar hebben wij op een bepaald ogenblik een pakket van animatiefilms kunnen subsidiëren. Dus eigenlijk er een enveloppe aan toekennen. Iets wat wij nadien nog wel hebben geprobeerd, maar zonder succes. De pers had kritiek op de werking van de selectiecommissie en vond dat er te veel over het verleden werd gefilmd. Dat dus de Vlaamse film een boerenfilm zou zijn, dat is pure slechte wil geweest van een aantal mensen, een aantal jaren terug, en dat is zo blijven hangen. En de goede dingen zijn rap vergeten, maar de slechte dingen blijven hangen. En dat is geloof ik wat de reden daarvoor is. En het is zoals u zegt, hè, het is dus volledig ten onrechte. Ik weet trouwens niet goed waarom dat men zo gebeten is, of dat we met dat woord boerenfilm zo bezig is. Het, is, het behoort natuurlijk een stuk, een deel tot onze literatuur, heimatliteratuur, maar alle wereldliteratuur hebben een deel heimatliteratuur. Waarom zou het bij ons dat niet mogen zijn? Maar bovendien zijn de cijfers verkeerd. Waarom? Met het gewoon uithalen is en dan die geïllumineerde die dat woord gelanceerd heeft van boerenpeutenfilm. Dat is toch helemaal om te lachen, hè? In feite was niemand erg tevreden met de gang van zaken. Dat leidde zelfs tot een protestactie van de filmmensen. De cineasten waren ontevreden omdat er te weinig rekening gehouden werd met hun eisen. De producenten vonden dat de administratie de dossiers te traag afwerkte. Er zijn inderdaad gegronde redenen om te geloven in die klachten. Maar vergeet niet dat de procedure ook bepaald wordt door de termijn die nodig is om de producent toe te laten zijn eigen inbreng te staven bij het ministerie. Dat kan ook soms weken en maanden duren. Trouwens, er zijn zeer recente voorbeelden. Ik denk aan Trouble in Paradise van Rob de Hert. Ik denk aan Cruel Horizon van Gilly Thijs. Wel, die mensen hebben jaren nodig gehad om hun eigen inbreng te bewijzen bij het ministerie. Verder goed, die lange administratieve procedure is mijn inziens ergens gegrond om de eenvoudige reden. Het gaat over gemeenschapsgelden, het beheren van gemeenschapsgelden, het verdelen van gemeenschapsgelden. Dus is het ook normaal dat er een aantal akkoorden nodig zijn om die gemeenschapsgelden toe te kennen. In de jaren 80 nam de selectiecommissie nieuwe initiatieven, terwijl het budget van de subsidies steeg naar 115 miljoen frank in 1989. Was het wel zo dat er ook een nieuwe minister van Cultuur was, Poorman, die had een rel gehad met de vorige commissie. Het was een hiaat van enkele maanden geweest. En toen ik daartoe aankwam, bleek dat ons binnen dat KB toch een beetje een nieuw instrumentarium werd voorgelegd. Waardoor men in principe met minder geld meer films kon maken. In de praktijk is duidelijk gebleken dat dat niet het geval was. Van de andere kant gaf dat een zekere mogelijkheid om eigenlijk andere dingen te gaan doen die men tot voorheen had kunnen doen. En die andere dingen, dat was wat mij interesseerde. Want ik kwam eraan en ik dacht, oh, ik kom hier, ik doe het graag, ik wil hier wat veranderen. Ik wil hier wel even in de brouwerij schoppen, ik wil andere horizonten gaan verkennen. En van daaruit is dan heel pragmatisch, dag in, dag uit werkend, zo het idee ontstaan van, we moeten onze grenzen verruimen naar co-producties. We moeten het begrip taal als basis van film een beetje loslaten. Vond ik een zwakheid van
terecht was het in 1964 eigenlijk gesteund op de taal, is het belangrijke element van cultuur. Bleek ook uit de voorkeur voor co-producties met Nederland toen enzovoort. En we hebben dat idee eigenlijk een beetje kunnen verlaten, omdat we zeiden, nee, de filmwereld zoals hij nu is, zoals hij zich gaat ontwikkelen en zoals het vandaag bewezen is dat hij zich ontwikkelt, moet grensoverschrijdend kunnen zijn. En daarbij moeten we dus inderdaad ook de taal een beetje kunnen vrijlaten. Wat van belang is, is het verhaal. En dat verhaal verteld wordt door iemand van ons. En dan is dat wel herkenbaar van ons. De commissie besteedde meer aandacht aan het scenario, dat altijd beschouwd werd als de grote zwakte van de Vlaamse film. We hebben steeds verder willen nadrukken, laat het toch even een groter professionalisme halen. En dat moet ik zeggen, een scenario dat je vandaag voorgelegd krijgt, en een scenario 6 jaar geleden, en ik neem aan, mocht Frits Dankert en Jos van Limpt hun tijd even te berden brengen, dan zouden ze een enorm verschil zien. Wat nu afgeleverd wordt, is veel vakkundiger, is veel degelijker van opstelling, is in termen van decoupage en al deze zaken en dialoog een belangrijke stap vooruit. En dat hebben we wel willen zeer hard stimuleren, onder meer door nogal royaal om te springen met de beperkte subsidies voor het schrijven van scenario's. De 25 jaar werden, ondanks het weinige geld en ondanks de moeilijkheden, toch heel wat films met overheidshulp gerealiseerd. Lange speelfilms, documentaires, animatiefilms, korte speelfilms. De winnaar is een Greek tragedy. Linda Van Tilden en Willem Tyson. Jaar filmbeleid in Vlaanderen afgaat. Daarvoor staat of subsidiëring staat niet gelijk met 25 jaar Vlaamse film. Voor die 25 jaar was er niet heel veel, maar waren er heel belangrijke dingen die in heel moeilijke omstandigheden ontstonden. Maar die ene mijlpaal van Meeuwis Derwin daar gelaten, maar minstens zo. Want dan verdwijnen pioniers zoals Herman Wuits, waar men nauwelijks nog over spreekt en God weet wat die aan de BRT allemaal goed gedaan heeft. Maar niet alleen dat, er verdwijnt een hele categorie mensen. Men vergeet bijvoorbeeld de filmgroep 58, die al iets langer bestaat dan dat Vlaamse filmbeleid. Men kan zeggen dat beleid eventueel daaruit gegroeid is onder de druk van dat soort mensen. Ook dit gezegd zijnde, er zijn producten gekomen, maar het zijn individuele dingen. Het zijn omdat er mensen zijn die capabel waren. En niet omdat er een beleid was. Zij hebben hun leven vergemakkelijkt gekregen. Natuurlijk is er veel rommel bijgekomen. Dat is een prijs die je gretig moet betalen. Op de modder of de rotzooi groeien de orchideeën. Dat is normaal. Ik denk dat je nu pas het nut ziet bij manier van spreken. De elan van een Belgische film in het buitenland komt nu pas echt tot stand. Dat voelde dus een buitenlandse filmfestival, zullen ze een Belgische film spreken. Ze hebben het gevoel bijvoorbeeld dat er een echte opleving is, werk ik veel. Dat is natuurlijk niet op iedere nacht gebeurd. Hè. Dus het is wel dus zo, volgens mij, in het begin is er heel veel gesukkeld geweest. Maar ook niet vergeten, de mensen van de commissie bijvoorbeeld, de middelen waren miniem. Dus als je hoort dat oorspronkelijk in het opzet voorzien was van 500 miljoen te investeren erin, en dat ze met 3,5 miljoen zijn moeten beginnen. Ook als je bijvoorbeeld ziet met welke middelen de eerste films gemaakt zijn. He, want bijvoorbeeld, je kunt die wel heel slecht vinden, maar ik vraag me af voor 2 miljoen of voor 3 miljoen dat ze veel bijt hadden gekunnen. He. Dus ik vind, dat iedereen een wonder gedaan. He. Alleen behalve van de overheid. De overheid heeft volgens mij heel goed beseft wat de taak was. Ten eerste was dat waarschijnlijk een veel te klein ding. De filmcommissie, de filmdienst, die jarenlang op het derde verdiep gezeten en achter de wijs zei. Echt, kostte niet meer buitenlanders komen, bijvoorbeeld de filmdienst. Hè. Dat is echt zo gelijk côté negligeable. Ik weet heel goed dat ik zonder
dat KB, en zonder het equivalente KB aan de Franstalige kant, in België niet had kunnen voortwerken. Want anders was ik onmiddellijk, na mijn eerste film, De man die zijn haar kort liet knippen, definitief in de handen van het buitenland gevallen. Mijn tweede film is gemaakt met uitsluitend Amerikaans geld en Franse productie, waardoor die film in het Frans is moeten gebeuren. Wees het dan ook met Yves Montand of met zo'n mensen. Goed. En ik heb het dus kunnen beleven over 20 of 25 jaar dat onze productie geleidelijk aan de gang is gekomen, over het algemeen, niet alleen met één mens of met een paar mensen, maar echt algemeen, dat ploegen zich hebben gevormd in ons land, gedeeltelijk door de scholen, gedeeltelijk anders, en dat wij nu een echte infrastructuur bezitten. Zonder dat KB zou die infrastructuur qua productie van films in Vlaanderen niet bestaan. Er zijn altijd discussies geweest. Is een dergelijke film, maakt een dergelijk project deel uit van ons cultureel patrimonium? Moet die film gemaakt worden? Maar ik denk dat er over het algemeen, mijn visie is dat er weinig interessante projecten door dat systeem geweigerd zijn geweest of onmogelijk zijn geweest. Dat denk ik. Er zijn altijd discussies geweest, er zijn projecten die het moeilijker hebben gehad, maar Gaston en Leo is mogelijk geweest, Urbanus is mogelijk geweest, alle films die gebaseerd zijn op grote Vlaamse romans zijn mogelijk geweest. Er is een grote waaier aan films mogelijk geweest. Na 25 jaar en zeker na de gevechten die sedert jaren al geleverd worden door verschillende producenten, instanties en mensen die denken van met film valt er toch wel wat aan te vangen. En zeker naarmate dat die audiovisuele sector, in het kader van 92 om nog maar eens een magisch getal te noemen, maar dat die sector overal aan het evolueren is, vind ik dat dus de grootste ontgoocheling. Dat is dat enerzijds zowel regisseurs, producenten, acteurs, noem maar op, aan het sleutelen zijn aan een cinema die dus kan gezien worden en waar niet alleen de Belgen kunnen naartoe gaan, maar ook buitenlanders voor geïnteresseerd zijn. De bewijzen zijn daar. Vorig jaar een nominatie voor de Oscars voor Maître de Muziek, verschillende buitenlandse prijzen. Belgische films die wel degelijk in verschillende landen gedistribueerd worden, want daar gaat het dan meestal over. Dus al dat soort zaken, daar wordt dus aan gesleuteld en vanuit de sector zelf proberen wij dus een antwoord te formuleren van hoe moet het eigenlijk verder en waar je eigenlijk in de eerste plaats nog veel meer dan subsidies een beleid nodig hebt om dat dus mogelijk te maken. En daar blijkt dat beleid dus helemaal afwezig te zijn. In het voorjaar van 1989 draait Hugo Claus Het Sacrament. Een merkwaardige productie omdat die volledig werd opgezet met privékapitaal. Het probleem van de Vlaamse film is steeds geweest dat die niet in staat was, op enkele uitzonderingen na, interesse te wekken in de financiële sector. Privékapitaal stond altijd huiverig om in het avontuur van een Vlaamse film te stappen, omdat kansen op zelfs maar de recuperatie van het geïnvesteerde geld miniem waren. In 1989 lijkt het of die situatie gunstig evolueert. Een van de redenen waarom dit privé-initiatief heeft kunnen ontstaan, heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met die 25 jaar overheidssubsidiëring die ervoor gezorgd heeft dat er in Vlaanderen 25 jaar filmtraditie is ontstaan en dat zowel technici, acteurs als regisseurs een zekere technische competentie hebben kunnen verkrijgen. Dat wil zeggen, in het leven en in het verloop, in een cyclusverloop van een maatschappij ontstaan er breekpunten. Op dit moment zijn er in Vlaanderen, in België, een aantal mensen die ervan overtuigd zijn dat film in Vlaanderen, in België, in Europa zijn maturiteit heeft bereikt. Dat er daarnaast een zakelijk element is, namelijk film als mogelijke industrie.
En dat als je aan een industrieopbouw wil gaan doen, dat er toegang moet zijn tot privékapitaal. En zoals het altijd het geval is, zijn het de meest dynamische en de moedigste ondernemers die de eerste stap nemen. En dit is wat dat betreft een eerste stap. Wij denken dat men in de eerste instantie eigen producten moet maken. Waarom eigen producten? Omdat het enige is wat wij kennen. Co-producties leidt heel vaak, dat is mijn overtuiging en ik denk dat dat ook een feit is, naar androgyne producten zonder identiteit. Films gedraaid in een andere taal hebben heel vaak een artificieel gegeven. Dus wij vinden dat je een Vlaamse film moet maken, maar die daarom niet minder universeel kan zijn. Essentieel aan elke vorm van kunst, denk ik, is de universaliteit van het onderwerp. De locatie, de taal, de identiteit en de individualiteit van de personen die ermee te maken hebben, zijn slechts middelen. Het is het onderwerp dat belangrijk is, de dramatische structuur. De nieuwe Urbanusfilm Coco Flanel, die volgend jaar in première gaat, wordt ook al zonder overheidsgeld gemaakt. Met reden, vinden sommigen. Dergelijke openlijk commerciële films moeten helemaal niet gesubsidieerd worden. Waar ligt de grens tussen wat moet wel gesubsidieerd worden, wat moet niet gesubsidieerd worden? Enerzijds kan de grens zijn van commercie moet niet gesubsidieerd worden, artistiek waardevolle film moet wel gesubsidieerd worden. Ik zou zeggen artistiek waardevolle film moet zeker gesubsidieerd worden. En in de toekomst toe zie ik daar eigenlijk het budget van cultuur naartoe gaan, mocht er al een alternatief zijn voor die andere films. Anderzijds is het natuurlijk een beetje absurd dat de film waar, als we het dan toch over culturele identiteit hebben enzovoort, de film waar alle Vlamingen naartoe stormen, bij wijze van spreken, zoals Hector, waarom die dus uitgerekend niet op steun zou kunnen rekenen van de overheid. Bovendien denk ik dat in het geval Hector de steun zeer, zeer goed besteed is. In die zin, ze hebben ons geholpen om de eerste keer de film op te starten. De tweede keer zijn we zelfs niet gaan aankloppen. Dus ik zou zeggen, prima investering geweest van de staat. Ik denk dat ze er alleen maar gelukkig kunnen mee zijn. In ons geval bijvoorbeeld, gelijk met Coco Flanel, is inderdaad, en daarmee werken wij, hebben wij nu ook gewerkt zonder subsidie, stellen wij onszelf ook de vraag van, is het wel fair, is het nodig om geld te gaan vragen als er een mogelijkheid in zit om het geld er terug uit te halen. Maar je kunt die lijn natuurlijk niet doortrekken, want het is, er zijn een aantal elementen die dat bepalen. Hè. Iemand gelijk Urbanus bijvoorbeeld, die al zo populair is, die is op zichzelf al bijna een succes. Dus je kunt dat niet gaan vergelijken met de Vlaamse film of zo. Maar het is niet evident. Het is niet omdat er ene keer een film is die echt boven water komt. Want ik zou het zo zelfs niet stellen dat films gelijk De Collega's het zo gemakkelijk hebben. Dat is daarom niet altijd zo. Het is niet omdat er 30 miljoen aan ticketjes verkocht worden en daarmee de film betaald is. Ik denk dat dat de eerste zwaluwen zijn die in het landschap binnengevlogen zijn. Wij moeten natuurlijk nog ook in feite een evaluatie doen van die investeringen. Van de ene kant, het waren projecten die toch een zekere, het kunnen wij dan in banktermen zeggen, notoriteit hadden. Een film van Hugo Claus is dan toch een film niet van een beginnende regisseur. Een film met Urbanus is al sowieso een populair project. Maar dat zijn in feite maar zwaluwen. Hetgeen dat nu zal moeten gebeuren, is het op gang brengen van een productieplatform op meer continue basis. De Algemene Spaar- en Lijfrentekas was de eerste bank in ons land die zich bewust met de Vlaamse filmproductie ging bezighouden. Wij hebben op dat vlak ook pogen zoeken naar een globale aanpak waar we de investering in de film wilden inkaderen in onze communicatiepolitiek en in een globale filosofie. U weet dat de ASLK in feite van de film de drie niveaus ondersteunt op dit moment. Dat is de prospectie, de vorming via FEMI, het Flemish European Media Institute. Wij zijn ook betrokken bij de productie als co-producent, dus wij hebben het originele en innovatieve schema van het sponsorkrediet ontwikkeld.
En wij doen ook een grote inspanning naar de promotie. Op dit moment hebben we ongeveer een 55 miljoen geïnvesteerd in Belgische Vlaamse co-producties. Wat het effect gaat worden, gaan we binnen een paar jaar weten. Maar in elk geval hebben we het ganse pakket ook begeleid vanaf het begin tot de promotie. Dus dat was ook wel een nieuw gegeven in de sector, dat we in feite de globale aanpak voorop stelden. De globale aanpak die voor de producent ook betekende een bankaire begeleiding. Het moment als een producent moet gaan onderhandelen over het samenstellen van een budget, hebben wij als bankaire begeleider die producent ook raad gegeven. We hebben ook op dat vlak aan de sector credibiliteit gegeven. Ik kan het komen! Het AZLK investeerde onder andere in Hector, de meest succesvolle Vlaamse film. Ook de BRT participeerde in de Urbanus film. Het aandeel van televisie in de Vlaamse filmproductie is altijd een discussiepunt geweest, omdat cineasten van oordeel zijn dat de BRT te weinig investeert in Vlaamse films. De BRT meent dat hij rechtstreeks actief moet meewerken aan het tot stand komen van onze Vlaamse films. Daarom participeert zij rechtstreeks of onrechtstreeks in het tot stand komen van projecten. Het zou kunnen dat het goedkoper uitvalt, achteraf bekeken, een Vlaamse film te laten realiseren in privéhanden, laten we het maar zo zeggen, als dat dan al zou kunnen, en dan achteraf de film aan te kopen voor uitzending. Dat gebeurt soms, dat ken ik niet, maar in het grootste deel van de gevallen neemt de BRT actief deel in de totstandkoming van de films. Er is geen enkele poging geweest van het ministerie, geen enkele steun geweest van het ministerie bevuild om met de televisie te klappen en te zeggen, mannetjes, ga het meer geld geven voor film. Het is wel een beetje receptief, laten we zeggen. Hè? De BRT wacht af wat er leeft bij de filmmensen. Wenst niet in te grijpen in de creativiteit die duidelijk leeft in de initiatiefzin die duidelijk leeft bij de filmmensen. Veel mensen kennen de weg naar de BRT. Ze komen met hun projecten naar de BRT. De BRT onderzoekt die altijd, en ik mag misschien bemoederend zeggen welwillend, maar behoudt zich wel een beoordelingsrecht voor over kwaliteit en uiteraard ook over de financiële kant van de zaak om te oordelen of ja dan nee, de BRT zal participeren op een of andere manier. Volgens mij was er geld genoeg te vinden om veel meer geld te investeren aan de Vlaamse film, bijvoorbeeld het percentage op de inkomsten van bijvoorbeeld de kabeltelevisie. Allee, schat, waarom de godverdomme gasten in van bij hier zitten van in te gaan die 12 keer per jaar is een uur naar een vergadering gaan en die krijgen 600.000 frank per jaar? Dat is godverdomme het dubbel van mijn prijs voor een heel jaar te werken. En een heleboel mensen werken, die leven allemaal op de beeldindustrie. Een heleboel mensen leven erop, alleen de makers van die programma's bijvoorbeeld willen verwaarloosd. Dat kan toch niet? Maar als je bijvoorbeeld analyseert wat de verplichtingen zijn die een zender als Canal Plus heeft ten opzichte van de Franse filmproductie, namelijk minimaal 50% per jaar Franse producties uitzenden, plus aan bedragen die bijna 10, 20 keer hoger liggen dan in België, die bedragen schommelen tussen de 36 en de 40 miljoen per film die ze soms investeren, dan zeg ik, ja, waar zijn de verplichtingen bijvoorbeeld van VTM ten opzichte van de filmsector? En dan weet ik dat ze inderdaad zeer veel geld investeren in spelprogramma's enzovoort, maar er is duidelijk geen beleidslijn naar de filmsector toe, dat is één punt. Dan kun je dus weer zeggen, is dat de fout van VTM? Dan zeg ik nee, ze hebben gelijk, want er wordt ook nergens gezegd dat ze dat dus moeten gaan doen. En dat soort ondernemingen zijn natuurlijk de meest risicodragende, want het is evident, als je vandaag in co-productiepolitiek, zoals de BRT het nu doet, 10 miljoen in een film stopt, als je dat dus niet doet en binnen 6 maanden is die film te koop voor 250.000 frank, ja, maak maar zelf de rekening. Dus er moet ergens een incentive zijn en een duidelijk beleid. In Bandini lijken een aantal actuele vragen rond de Vlaamse film samen te komen. Vragen over het aandeel van de televisie, over internationale co-producties, inbreng van privékapitaal en de taal. Wat is een Vlaamse film? Is een Vlaamse film een film die in het Vlaams gedraaid wordt?
Is een Vlaamse film een film die alleen maar gemaakt wordt met geld uit Vlaanderen? Moeten wij co-producties aangaan? Nu is de vraag niet meer van co-producties, of moeten wij Europees gaan? Of moeten wij op onszelf gesloten blijven? En ik denk dat dat natuurlijk de vragen zijn waarop duidelijke antwoorden moeten komen. En ik denk dat zoals altijd de antwoorden gekomen zijn uit de praktijk. Ik denk bijvoorbeeld aan Bandini. Hè. Men heeft gezegd, ja, Vlaanderen herkent niet een film als een Vlaamse film als hij niet in het Vlaams gedraaid is. Nu, Bandini is nu een week uit en is ook het beste bewijs dat Vlaanderen zich kan herkennen in een film die gemaakt is geweest door Vlaams talent, een Vlaamse regisseur, een Vlaamse producent die het initiatief heeft genomen. En dat dus, alhoewel deze film in het Engels gedraaid worden, met de hoofdacteurs die niet Vlaamse acteurs zijn, er toch een erkenning is van de film door het Vlaamse publiek. Dus ik denk dat we gelukkig dat als antwoord kunnen geven aan, laten we zeggen, de mensen uit de politieke wereld, omdat er natuurlijk altijd een tendens bestaat om zich op zichzelf terug te trekken, hè, wat in feite in de huidige situatie en in het Europa van vandaag en zeker in het Europa van morgen een soort zelfmoord zou zijn. Het op zichzelf terugtrekken bedoel ik. Ja, als wij eens onderzoeken, wat is ons voordeel van Vlaanderen in het Europese verband? Wij zijn op het kruispunt van drie grote cultuurstromingen, hè, de Latijnse, de Germaanse, de Angelsaksische. We hebben het voordeel van meertaligheid, van souplesse. We hebben goede technici, goede cameramensen. We hebben een kader waar we met de plastische traditie die in ons volk zit. Hè, het is toch het volk van Rubens tot Kuifje, zou ik zeggen. Dus wij zitten met een enorme plastische traditie en taalschepping. Als ben ik er zeer nuchter de voordelen, de comparatieve voordelen die wij in Europees verband hebben, op een manier uitspelen in een soort, ik zou zeggen, een strategisch plan, denk ik dat wij in Europa, dat Vlaanderen het Australië van de filmsector kan worden. Men zegt wel, Brussel moet het Washington aan de zinnen worden, maar Vlaanderen zou in feite moeten het Australië van de filmsector worden in Europa. En ik denk dat we voldoende mogelijkheden hebben om dat te kunnen waarmaken, op de voorwaarde dat we ook de middelen die daarvoor nodig zijn, de middelen, het klimaat, de volledige omkadering, dat we die dan ook nu doelbewust in een politiek die we willen voeren ook willen uitbouwen. Het Verenigd Europa in 1992 heeft inderdaad voor de filmproductie grote gevolgen. De vraag is of we klaar zijn voor die uitdaging. We zijn absoluut niet klaar en ik denk zelfs als we zo verder doen dat we dus in 92 nog nauwelijks gaan bestaan. Ik denk dat onze heren politici misschien toch eens een paar rapporten zouden moeten lezen die regelmatig circuleren. Moesten ze dan nog niet gemaakt zijn, dan zou ik het nog aannemen, maar ze bestaan. En als je dus in Frankrijk gaat kijken of je gaat in Spanje gaan kijken bijvoorbeeld, dan merk je dus dat de steunmaatregelen maar drievoudig zijn van wat er hier bestaat. Ik geloof niet dat iemand nog kan zeggen vandaag dat KB bruikbaar is. Het is al een tijdje niet meer bruikbaar. En dat is zonder afbreuk te doen aan de enorme verdiensten van de mensen die dat toen uit de grond gestampt hebben. Anders stonden we nergens. Maar het is niet meer bruikbaar en het zal voor de komende jaren steeds minder bruikbaar blijken. In feite zijn we nu al te dikwijls buiten de perken van dat KB gegaan om te kunnen actueel blijven. Ja, als je de wetten, of tenminste de directieven van Europa, en die waarschijnlijk ook wetten zullen worden, jammer genoeg, een beetje in doog houdt, dan weet je dat een subsidiebeleid een protectionistisch beleid is. En vermits de administrateurs van Europa en de bureaucraten besloten hebben dat er geen protectionisme mag zijn, valt daar ook blijkbaar de cultuur op, omdat op de film altijd gespeeld wordt. Als het uitkomt is het cultuur en als het een andere keer uitkomt is het een industrie, begrijpt je? Het is nooit het twee tezamen. Hè? Men profiteert dat het alle twee is om het een of het ander te doen, zodanig dat men kan daarop meespelen. Dat is een soort speelbal. En, maar natuurlijk zou dat niet meer kunnen, maar er zijn andere methodes om tot een eigen productie te komen. Want dat staat buiten kijf. Wij moeten absoluut kost wat kost in onze eigen taal. Dat is zeer belangrijk.
een eigen productie onderhouden. Want anders verdwijnen we als culturele entiteit. Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij. Ik zeg altijd, cultuur is geen economie. Men moet in de Europese gemeenschap, benevens de economische doelstellingen waar ik volledig achter sta, moet men aanvaarden dat een kleinere taalgemeenschap zoals de Vlaamse met 6 miljoen inwoners, samen met Nederland 20 miljoen mensen in een grote markt van 320 miljoen consumenten, dat wij het recht en de mogelijkheid moeten hebben onze eigen culturele identiteit, ons Vlaams zijn, om dat te gaan bekijken in die grotere Europese context. Ik bedoel, men heeft, of de Europese cultuur zou er geen belang bij hebben om die 6 miljoen Vlamingen op cultureel gebied eigenlijk plat te walsen. Dus ik pleit voor, wat de cultuur aangaat, het niet zo strak en rigide toepassen van de grote economische marktprincipes. Wat we nu nodig hebben is een verduidelijking van die intentie. Dat wil zeggen, we hebben een wet nodig of we hebben een tekst nodig die de situatie duidelijk stelt. Zodanig dat er geen discussies meer mogelijk zijn als er nog een project zoals Bandini of zoals Taxandria, die ook in het Engels gedraaid wordt, of zoals nog andere films, voorgesteld wordt en dat men niet steeds opnieuw de discussie over de taal begint te hebben. Natuurlijk, we moeten ook Vlaamse films draaien, maar we moeten ook andere onderwerpen draaien. Als Vlaamse regisseurs dat willen, hè, moet dat mogelijk zijn. Als dat mensen zijn met talent en als het project interessant is, moet dat mogelijk zijn. Dat er dringend wat moet gebeuren, was ook de kern van een open brief waarin cineast Frans Buijens pleitte voor het samenbrengen van verschillende overheidsfondsen. Zo'n filmproductiefonds, waarin plaats is voor commerciële en meer culturele, risicovolle films, is een oude droom. Het is in elk geval een oud idee geweest en gebleven van Jos van Limpt om dat productiefonds op touw te krijgen. En ik heb dikwijls gehoord, a posteriori, dat dat productiefonds er nooit gekomen is, omdat dat aan de traditionele functionarissen van de traditionele ministeries een deel van de macht wegneemt. Een deel van het geld wegneemt. De politieke wil om dat erin zegt door te drukken is geloof ik nooit aanwezig geweest. Bij geen enkele minister. Hoezeer dat zij persoonlijk, ik kan ze allemaal opnoemen, de minister waarmee ik gewerkt heb, en ik kan getuigen dat zij allemaal persoonlijk heel veel van film hielden en graag naar film gingen enzovoort enzovoort. Maar de problematiek van de productie van de film, dat was niet van eerste rang. Hè. Er waren zoveel andere dingen die veel, veel belangrijk worden. En elke minister van Cultuur had zijn eigen zaken dat hij of zij belangrijk vond. Hè. Dus dat was het eerste geval. Hè. Dus de echte politieke wil om het door te drukken was er niet. Maar waarom het er niet gekomen is al die jaren, is de oneenigheid onder producenten hoofdzakelijk en onder regisseurs. In volle vriendschap hebben verschillende van de meest bekende onder hen mij in de afgelopen jaren telkens opnieuw gevraagd: blijf alsjeblieft met jullie commissie werken, want jullie zijn het minste kwaad. Ja, ik zou geen bezwaren hebben tegen een productiefonds, maar een fonds is samengesteld uit gelden. Dus ik zou het wel belangrijk vinden dat er een fonds gecreëerd wordt als er inderdaad een andere financiële politiek gevoerd wordt ten opzichte van de film. Laat ons toch niet vergeten dat we bijvoorbeeld het moeten stellen met 1/3 minder geld dan onze Franstalige collega's hier in België voor de filmproductie. 1/3 minder. Daar waar, denk ik, de Vlaamse film bewezen heeft dat hij een eigen publiek in eigen land heeft voor zijn producties. Dus als het is om over dezelfde gelden te beschikken, waarom weer opnieuw een nieuwe structuur met misschien nieuwe ambtenaren en nieuwe salarissen die te betalen, uit de grond stampen. Ja, een dergelijke structuur zou welkom zijn als er inderdaad ook een nieuwe financiële politiek, een verbreding van de financiële mogelijkheden zou komen. De vraag is alleen, moeten de middelen alleen maar ter beschikking worden gesteld door de overheid? Of is hier ook geen mogelijkheid om de private sector meer en beter te betrekken bij filmproducties?
U weet dat ik ook al lang aandring op een pakket van fiscale maatregelen. Ik ben een grote voorstander ook van een taxshelteringssysteem, waarbij, dat het woord zegt het zelf, de kapitalen die geïnvesteerd worden zouden vrijgesteld worden van belastingen, maar niet alleen de kapitalen, ook de winst die uit bepaalde producties zou gegenereerd worden, zouden als die winst opnieuw wordt geïnvesteerd, taxsheltering, eveneens vrijgesteld worden van belastingen. En we hebben nu onlangs verkregen dat in de nieuwe programmawet een bepaling zal opgenomen worden waarin het investeren in de audiovisuele sector wordt aanzien als zijnde een risico-investering, dus die ook kan vallen onder de gunstmaatregelen van de investeringsaftrek. Ik denk als men zo'n pakket van fiscale maatregelen kan aanbieden aan de private sector, dat we zouden moeten kunnen komen tot wat ik noem een filmproductiefonds, waarin de overheid een duit in het zakje doet, dus de sector cultuur, de sector economische zaken, maar waar ook de institutionele sponsors, maar bijvoorbeeld ook een instituut zoals de Nationale Loterij, zouden uitgenodigd worden om te participeren. En dan denk ik dat we over een veel ruimer financieel draagvlak zouden kunnen gaan beschikken. Ik denk dat het noodzakelijk is, ook voor onze eigen culturele identiteit. Willen wij het Europa van 92, waar iedereen over spreekt als Vlamingen, cultureel ook met vertrouwen tegemoet treden, wel nu, dan is het noodzakelijk, denk ik, dat wij ook in zaken onze filmnijverheid, dat wij een dergelijk systeem zouden kortst mogelijke tijd realiseren. Dat filmproductiefonds bleek niet mogelijk toen het ministerie van Economische Zaken nog nationaal was. Door de opsplitsing ervan naar de gemeenschappen kwamen de zaken anders te liggen. Door nu die regionalisering is het vandaag mogelijk om, ik zou zeggen wat altijd in de sector gevraagd is, een symbiose te maken tussen enerzijds economie en anderzijds cultuur. En zodanig om naar een coherent Vlaams filmbeleid te komen. En ik heb mij dus akkoord verklaard met de gemeenschapsminister voor cultuur om daar samen aan te werken. En ik heb dus op dit ogenblik een voorstel klaar die ik aan de minister van cultuur kan voorleggen. Als ik nu praat over 115 miljoen middelen uit de culturele sector, dan zeg ik dat het grootste pakket moet gaan naar dat productiefonds, waar dus inderdaad commerciële films moeten mee gemaakt worden, die ook een return inhouden. Het is dus niet investeren à fond perdu. Men moet investeren om er een stuk te kunnen uitrecupereren als er winsten worden gemaakt. Desalniettemin, niet alle films zijn commercialiseerbaar. Er zullen een aantal moeilijker films blijven. Men zal de activiteit scriptwriting moeten blijven betoelagen door de overheid. Er zijn de kortfilms, er zijn de documentaire films. Met andere woorden, er zijn een aantal projecten waar de private sector wellicht nooit helemaal happig zal zijn om daarin te investeren. En dan vind ik dus dat van mijn 115 miljoen op jaarbasis er een pakket, ik ga daar nu geen percentage op plakken, maar er een klein pakket moet beschikbaar blijven voor die zuiver culturele producties. Wel, ik geloof dat als we snel dit ontwerp kunnen realiseren, dat er een aantal mogelijkheden zijn om de Vlaamse filmindustrie haar eigenheid te laten bewaren, in tegendeel van ze op te drijven en van dus meer mogelijkheden te geven dan vandaag. Dus een aantal factoren die aangeven dat we werkelijk op het vlak van de film in Vlaanderen in een stroomversnelling zitten. Ik denk dat we ons daarover moeten verheugen. Is er reden voor optimisme? Zonder daadwerkelijke hulp van de overheid is er van een regelmatige Vlaamse filmproductie geen sprake. Zoveel is duidelijk. De vraag blijft of na 25 jaar subsidiebeleid eindelijk de nodige maatregelen zullen genomen worden om de Vlaamse film meer kansen te geven. Het antwoord ligt in het kamp van de politiek. Daar moet beslist worden of wij op filmgebied zullen meetellen in een verenigd Europa. Voilà, dat was het voor vandaag. Op Goorland.